Hallo beste kijkers, welkom, we zijn terug bij GTA, want dat vonden jullie misschien wel leuk. Ik ben Thomas, samen met... Jona. En Jona is er ook, zoals altijd. Wil ik een cheeseback gaan verkiezen? Wil ik een brommer? Want Jona had een goede voorstel, we gingen mee brommers rijden en ja, dat is wel plezant om te doen. Ik heb Jans. Ja. Jona, welke brommer ga jij kiezen? Misschien hebben we niet dezelfde. Ik heb Jans. Ah ja. Ja, ja maar. Ik bedoel, ik moet met mijn brommer naar een camion rijden. Ik ga met een helikopter. Het was mij die mijn brommer zei, Jon zei, dit mijn camion, sorry. En ik wou met een brommer naar een camion rijden. En dat was dus een vergissing. Nee, het is veel te ver. Ja. Ah. Dat is niet erg, we gaan er wel in. moet ik nog meer vertellen? Moep. Paal. Jona, bijvoorbeeld, met welke dingen rijd jij nu? Met een BMX. BMX. Fantastisch. Ik ben er zo sterk van. Dit, denk ik, slaat hier naar hier... De bank is zeker. Hier een bank is, dat je binnenkomt. Een kort als die doen we weg. Nu heb ik hem bij verrekt. Jona, ga, wacht even de kaart bijpakken. Jona, waar gaan we die camion halen? Helemaal van boven of zo? Ja, van boven. Oké. Ja. Zo. Hey, mijn pontje zit. Hoe ga jij dan? Toch niet meer een BMX toch, hè? Nee, met een Maverick. Oh, Maverick. Maverick? Ja. Jij kunt niemand meer meenemen, zeker? Jawel. Vlieg jij langs mij naar weg, alsjeblieft, dan? Ja, ja. Niet zijn. Is hij Maverick van u? Huh? Is hij Maverick van u? Nee. No. Misschien had je dat gekocht had, hè? Met miljoenen. Nee. Zij de brug aan? Ja. Is hij de bekam? Ja. Bij u, hè? Ah. Ja. Dacht al. Ik zal dan stoppen, hè. Dank u. Moet ik weer niks doen, zeg. Zoals dat gewoon uit zich kijken, hè. Opzij. Infrarood aan, denk je, dat niet? Dat is wel infrarood, hè. Nee, dat is gewoon een zoekerke. Nee, infrarood is die kleuren. Deze nachtkijker, zoet.
eens kijken even online en zo. Ik wil erover spreken. Een braam GTA. Vanaf hier zullen we wel springen, hè? Oh ja. Dat moet niet plezant. Ik moet zien, je propeller niet aan, want daar zijn ik echt heel... Staat er niet op wat? Wat? Nou, ik dacht, ik kan afrijden met een brander of zo. Stemmen. Springen, hè? Ja. Dat zou graag eens met een brommel gesprongen. Ik had nog voor de zekerheid die parachute eerst nog pakken, zo, weet je niet. Nee, ik kon het net niet meer weer staan. Oei. Weet je waar, ik spring gewoon, joh. Goeie ten, hè. Als ik die auto ga spannen, giet hij in toch binnen, is dat niet? Oh. Moet die wel op die dingen zijn. Blauwe rook? Ja. Is dat zware parachute? Mhm. Dacht ik al, een kook. Ik heb geen andere parachute gehad, alleen maar zwart. En dan zwaar rook, daar heb ik niet genoeg gekocht. Jij wel zeker, hè? Ja. Welke? Dat weet ik niet. De regenboog, denk ik. Ja, in iedereen, joh. Of nou, ik denk dat ze het gehoord naar wit en... Zwit. Nee, terug staan kinderen maar aan het trail, staan hij tracteurke. Een John Deere, want het is groen. En als het rood is, is het een Kees. Ietsjes te vroeg. Ik weet dat je kunt loskoppelen met rond en met driehoekje, hè? Ik weet dat je kunt rond afkoppelen met driehoekje. Heel dat je in de lucht eigenlijk doet driehoekje dat je parachute wegvalt. Oh, nee, dat wist ik. Normaal, de echte mannen doen dat ook als die landen, laten die een parachute weg, hè? Mm-hmm. Ik hoor dat toen, maar was ietsjes te vroeg. Ik kwam een keer met een Django. Zwaar rijden, hè? Mm-hmm. Wat te zien over de hele tijd. Het maakt een trail van mij niet zoveel uit, eigenlijk. Allee, ik weet niet. Ik wil zien wat ik daar ook kunnen. Ja, zo met een Phoenix. Ja, dat zien ze. We willen met truckers en dan gaan we weer geen vrienden vinden, ze. Dat is toch al eerlijk, hè? Ja, dat is goed. Dan. Ja, als jij dat aan spannen. Die kunnen zeker niet alleen de DNA niet, hè? Die in trail. Dat is wel een big good, dat is wel goed. Nee, dat is geen big good. Een big good is goed, hè? Ja, ja. Tracteur Renny Nevels, hè? Man. Als je niet zo moet hebben, dan vinden we. Ik heb de mijn al gevonden. Misschien is dat een neer, denk ik. Ik ben een beetje goed, hè. Jij er een kapje aan, ik ook.
ze klaar zijn dan. Ja, maar je hebt een tanker, ja. Dus als ik zie ook een tanker staan, zal ik ook een tanker pakken. Ik word nog wel op ons aan het weg. Ja. Zo. Kom eraan. Is het voor jullie morgen dat er ligt, hè? Ja, we gaan hier niet komen. Het is veel, hè, man. Ja, dat gaat niet deuren. Jongens, zeg jongen, we gaan je fixen. Sta je aan, man. Veel jongen, had die intro bedoel jij, je belly. Je chicken bell. Go, jongen, go. Het is niet erg dat ik een beetje tussen ben, anders dan botsen we niet, denk ik. Hè. Het is het beste. Ik heb wel fabriek. Dat weesje is dat met de ene tunnel. Huh? Ja, je hebt zo'n weesje, hier aan die boomdingen zo. Hè. En dat is zo'n tunnel zo, en dan naar de tunnel komt direct dat bruggetje zo, dat kleine bruggetje. En na dat bruggetje komt zo een beetje zandpark en dan komt een scherpe bocht. Ja, dat kan. We zullen het filmpje 20 minuutjes doen. Hè? We zullen het filmpje 20 minuutjes doen. Ja. Nee, dat is niet te lang. Volgens mij gaat dat wel een 20 minuten. Ja. Nee, ik denk 12 en een half zo goed als. Een beetje nog zo. Ongeveer 25, nee, 30. Misschien ik kan het volgen, dan zeg ik het mooi. Wat gaan we hebben? Het is wel. Nou, ik vind het wel. Zo, deze vind ik echt wel ver, jongen. Deze hoor eigenlijk zo. Ik vind het wel een mooi zonnig zo'n beetje hebben al zo, precies hoor. En mijn tankje zo, mijn tweede hoor. Dus, je kan weer om, je kan niet rap rijden. Ja, dat past wel. Doe de mal uit. Dude. Ik weet niet wat het gelast hebben aan de tv, maar zo moet het toch niet worden. Als ik wat pak, zeg het maar. Oh, nou, doe maar, doe maar. Biet zijn jou snel kwijt en dan kunnen we met bieden weer die bergen. Oh nee. Zie je toch? Ik ga niet met zo'n camion. Je kent het niet al. Oh, ik weet al een keer van de bal. Mij lukt het. Nee, denk niet meer. Nee, zit ik vast. Jona, wat joh, wat? Ga er mee. Nu, ik zal die wacht op die baan hier wachten. Ik wil snel terug winnen. Lukt het? Ja, mij wel. Maar je hebt wel een scherige rooi, man. Ga je neffen mee kunnen? Ja, dat is een beetje opzij. Ja, gaas. Ja, gaas, ja, maar ik weet niet, ik heb het de weg niet. Kom voorbij mij, ja. Zie, dat is een tunnel dat ik bedoel, hè. Remmen. Ja, ik heb geen rem. Hey, op tijd heb je dat gezeten, manneke, want ik ben echt bekend tegen, hè. Ik heb mijn auto, ik mijn lichtloop zetten en dan... Peltje naar rechts afkoppelen. Ja, ik ben, is dat een fietser? Je wil ook iets doen. Oh, jong, toen ga je doen. Oh, jong. Ik ga het hier doen, jongen. Stop ik, hè. Een mountainbiker. Schoon. Dat is echt ver. Mijn biedt dat bruggetje, dat is echt... Ik zie nou keihard fel, hè. Als zon, soms krijg je zo'n zonneschijncirkeltje, hè. Dan geeft hij aan door. Dan heb ik die na de tunnels gehad. Hey, dat is pas vies, hoor. Dan denk ik, dat schijnt op mijn ogen, hè. Op beeld, hè. Niet in mijn ogen, maar op papier. Dat is ook voor dat broodje, hè. Ja, dat was...
Ik ben niet bereid. Je hebt toch ook al vorige filmpje gezeten met die BMX. En dan kan nog een fietser aan ook. Oei oei oei. Wel, achter mij ook. Hoogtevrees. Er staat af, joh. Ik heb een klein probleemje. Wat? Ik heb de fiets overreden. En hem flikken. Oh, is niet erg. Oh, ja. Denk ik. Is goed, ja. Goed, houdt hij weg. Wow. Dat is bijna, want dat is de scherpe bocht. Nee, jong, zie je, jong. Hop, zeg. Vast. Ah, ik probeer altijd zo breed mogelijk. God, wat is dat? Zo'n steen of wat? Deze is scherpe bocht, ja, bedoel. Is echt fiets. Ah, ja. Nee. Oei. Niet te breed. Breed pakken, natuurlijk. Breed, hè. Niet te scherp, hè. Nou, waar dat ik zou moeten eraf rijden. Maar, mogen niet volle gaaf. Daar lopen altijd mannetjes. Een tracteur op de dingen. Die er opzij. Ja, wacht maar. Dat ik er langs kan. Godverdomme, was de flik of wat? Dan heb ik terugflikken. Oh ja, nee, ah, terugflikken moet ik zeggen. Ik was aan het kwijtspelen, maar... Wacht. Ja, hier. Dat ik niet de verkeerde afstand. Ik niet dat die camion zou je aankomen. Weet je wat, joh? Ik wil gewoon een luister, joh. Godverdomme. En zeker niet als er polis in de weg rijdt. Dat is juist. Hé, hey, een bergbeklimmer. Hé, hey, jongen, pas op, want er komt een flik op bij baan. Ja, dat wil. En ik zit vast. Ik heb wel twee flikken. Oei, 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 oei. Jongen, ik zie u glijden, jong. Of niet? Ik weet. Ik raak heel vast. De polis gaat mee. Hé, zo. Flikken ze erin, jongen. Ik krijg heel stil een berg op, maar dat zal niet zo wijd komen meer. De ruwste mijn en wij. Oké, okay, ik zit hier ook vast. Oh fuck, het wel, het staat waarschijnlijk misschien wel. Die tocht, ik zal nog aan de kant gaan rijden, als het bij lukt. Nee, maar ik blijf hier wel staan, zo, want daar weet je, daar krijg je het van niet. Ik ben gewoon aan beneden dan. We hebben in ieder geval een flikken of het ontsnappen. Wat zeg jij? Dat voel je in het water. Ja, gewoon een kiekwoord. Kun jij naar het gek worden? Kun jij ergens naar boven of zo? Zijn de wand kwijtgeraken, hè? Hé, hey, stap, hè. Drie flikken en het kwijtgeraken. Maar dan komt er toch een helikopter, hè? Ja, dat kan. Ik heb misschien gedacht, we kunnen dit duwen. Maar ja, als je dan een boom doet, is misschien... God voor dat, een helikopter, hè? Maar joh, boom, jongens. Ja, waar gekeken. Oké dan. Ja, joh, je doet dat in een trucker ontploffen, jongen. Je zult het ook. Ik kan ontsnappen langs die ding. Oh, sorry, maat. Ik kan ontsnappen langs die... Oké, die brug is lager dan deze. Dan zal de ontsnapping iets minder lukken, hè. Ja, ik zie dat staan. Oei, je flik. Ja, kan ook. Je flik ga je naar beneden. Allee, nee. Je zit vast. Moet jij de KMM nog hebben? Nee. Je mocht je proberen te draaien naar beneden, joh. Ik kan een klein beetje doden met mijn auto hier. Ik kan gewoon proberen om je af te pikken en dan proberen of dat dan gaat. Oké. Rijd ik achteruit of zo? Dat is wel. Nee. Ja, nu gaat dat wel. Maar hij is nog moeilijk. Oh, de flikken. Wanneer je al grote hebt. Lukt het? Ja. Juist. Pak even een nieuwe vliegenbak, want er mijn een klein beetje schade opgelopen. Doe dat met de auto. Met de... Ik ben dood. Ah, fuck! Ik leg je af. Oh. Maar ik zal mijn auto bellen. Ja, tuurlijk, spouw mij niet op de weg. En langs de verkeerde kant ook. Maar ja, natuurlijk. We kan wel bekend stoppen, jongen, en dan nemen we party 2 achter elkaar op, hè? Goed dan. Dan wil ik, ja, het is niet echt 20 minuten, maar het is ongeveer zo, hè. Dan wil ik jullie bekijken, bedanken. Dit zal ik de trucktime noemen, denk ik, voor een naamke. En dan zullen we zien dat we terug een truck kunnen krijgen. Allee, we zullen zien wat we nog gaan doen met het volgende filmpje, hè. Ongeveer, oké. Groen duimpje. Tot de volgende keer. Abonneer. En ja, dan zien we elkaar terug bij de volgende dingen. Want ik zie dat... Oké, tot ziens.